Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Gert-Jan, gefeliciteerd. Wat was dit voor wedstrijd voor jou? Ja, apart natuurlijk. Ik word gebeld dat ik even naar Bert en Johan moet komen vorige week. Ik ging ervan uit. Ik denk, ja, Jan Piet ligt in het ziekenhuis en ik ga dat oplossen. Ja, uiteindelijk moest ik wel wat oplossen, maar niet Jan Piet. Ja, dan komt er veel op je af in zo'n week, kan ik rustig zeggen. Wat heb je gedaan? Ja, wat heb ik gedaan? Eerst zaterdag gewoon de tweede gecoacht. Want ja, praktische zaken gaan ook door. Ik ben ook nog hoofdopleiding en trainer van twee, dus we hadden een bekerwedstrijd. Na die bekerwedstrijd hebben we de boel kort gesloten. Maandag hadden we sponsoravond. Nou, die kwam eigenlijk heel erg ongelegen. Maar goed, aan de andere kant, daar hebben we kunnen praten met de groep. Daar hebben we de sponsoravond gehad, daar was jij ook. Nou, ik denk dat dat eigenlijk heel positief uitpakte. Dan ga je dinsdag ga je beginnen met een fitheidstest. Ga je van daaruit ga je wat trainingen doen. Dinsdag, donderdag. Ja, en wat doe je dan? Dan zet je logische mensen op logische plekken waar jij gevoel bij hebt. Dat heeft nog helemaal niks te betekenen, want je hebt zo weinig tijd. Je kunt ook niet zeggen van, dit is mijn hand of zo. Je gaat gewoon kijken van, ja, wat hebben we? Ja, en dan maak je een opstelling en dan ga je naar Twente vandaag met een plan. En dat plan was toch vanuit een zekerheid. Toch van iets verder terug. Je weet dat Twente gisteravond speelde, dus je wist ook dat ze een sterk elftal op de mat hadden staan. Dat hadden ze ook. Ik vond niet dat ze heel veel dreiging hadden. Wel een paar voorzetten, een paar kopballen, een paar keer net over. Nou ja, dat gebeurt. Wij hadden de eerste helft ook niet heel veel dreiging. De eerste kans was voor hun met de kopbal, die pakte aan. De tweede bal was van Jan Hooyveld met de kopbal. En ik had alleen nog een schotje van Sargon gezien, wat hij in de grond trapte. Ja, dan krijg je één moment. En Sargon legt hem breed en Kreme schiet hem erin. Ja, en ja, Joran heb ik natuurlijk bij het tweede gehad. En je weet gewoon, die heeft de diepte. Die goal is niet moeilijk, maar daar komen, van, met die afstand, en een Sargon bijhouden. Ja, dat pakt dan heel goed uit. Er sta je 1-0 voor. Ja, dan na de rust, ik had wel het idee dat Twente wou drukken. Maar ze bleven eigenlijk volharden in dat positiespel. Ja, waarvan we in de rust gezegd hebben, dat vinden we niet erg vandaag. De positie waar wij staan, gaan we niet druk zetten op de 16, gaan we niet de show stelen. Gaan we gewoon vanuit een hele zakelijke benadering hier proberen 3 punten te halen. Ja, en dan, het klinkt gek, hun hebben een paar kopballetjes gehad en wel veel de bal. Maar ja, die terugspelbal die moeten wij er gewoon inschieten. Jelmer moet er één inschieten. En ik denk nog 3-4 momenten, Sargon die naar zijn hamstring grijpt, die net op tijd gewisseld is achteraf. Maar die, dat is ook een 1-op-1. Ja, daar hebben wij eigenlijk nog de kans gehad. En dan blijft het, ja, wat mij betreft, iets te lang spannend. Maar je wint hem dan uiteindelijk wel. Wat voor gevoel heerst er dan nu in de kleedkamer toen je daar net was? Ja, opluchting, blijdschap. Ja, weet je, het is voor die jongens ook een spannende tijd. Je gaat het seizoen in met bepaalde verwachtingen. Dat loopt dan anders. Ja, als je dan vandaag, na alles wat er gebeurd is, wint, ja, natuurlijk. Je kunt net zo lang praten over het spelletje als je wil. Maar uiteindelijk gaat het ook om een keer de beloning van de inspanning. Ja, ze hebben vandaag gewoon knetterhard gewerkt. Ja, en één moment was bepalend. Met de diepte bij Sargon, met de loopactie van Joran en het goede afwerken. Vooraf vonden wij in de opstelling dat eigenlijk het meest opvallend. Dat Joran Kremer in de basis stond. Dat wat hij eigenlijk nog nooit bij HHC heeft gestaan. En dan maakt hij ook nog die goal. Dat moet voor hem geweldig zijn, maar dat moet voor jou ook erg gaaf zijn. Ja, dat is misschien ook wel. Ja, ik word er ook wel een beetje emotioneel van. Want kijk, ik heb hem al 2 jaar. Hè? En ik heb hem ook naar tweede gehaald vanuit de A. En ik heb altijd gezegd van. En ik moet nou uitkijken wat ik zeg, maar het is een typetje Penteman. Ik denk dat het doelpunt zoals hij nu al stond, dat dat ook een typetje Penteman was. Het meelopen, het meesluipen en ineens toeslaan. Ja, dat kan hij. Maar hij kan ook nog omschakelen. Want ik weet niet of je de eerste helft goed opgelet hebt, maar je ziet hoeveel die jongen gelopen heeft. Het wordt hier niet gemeten, denk ik. Maar ik zou het wel eens willen zien. Dan denk ik dat hij samen met Glenn en met Metai op middenveld zoveel meters gemaakt heeft. Want door het inzakken en door het bij hun met de 3 en 4 inschuiven, hadden ze elke keer een ondertal. En met z'n 3 hebben ze dat ondertal wel opgelost, waardoor Koos en Thomas niet uitstappen. Ja, dan ben ik wel trots. Want ik ben natuurlijk, ik kom vanuit de hoofdopleiding en beloftetrainer situatie. Ja, dan ben ik wel trots als zo'n keuze dat hij zo uitpakt. Je zei eigenlijk van ik heb heel weinig tijd gehad. Logisch. Dan, je zegt van we hebben een nulmeting gedaan. Wat is nu het allerbelangrijkste voor de groep? Waar zit even de crux zeg maar, waar jullie aan moeten werken? Die 3 punten die heb je binnen. Maar nu moeten structureel 3 punten gaan komen. Ja, maar dat zijn we ook van plan. Dus het is nou niet zo dat we na vandaag stoppen, Piet Kees. Maar ja, wat moet er gebeuren? We gaan eerst eens even kijken dat we rust nemen. Want het klinkt gek, maar rust is ook heel belangrijk.
We gaan maandag vanuit een hersteltraining gaan we dinsdag weer conditioneel wat werken. Een aantal jongens zullen dinsdag een oefenwedstrijd spelen in combinatie met de belofte. Een aantal jongens gaan de krachttong in. Een aantal jongens zullen individueel getraind worden. Ja, dus we zijn op dit moment heel erg bezig om individueel per speler, want je ziet het ook hè, in de wedstrijd, je ziet gewoon verschil in fitheid. Koos kon het net niet volhouden, is het natuurlijk knap als hij zo lang eruit ligt, maar toch. Johan Wigger kon niet starten, lang eruit geweest. Kevin Gus stond op spanning. Ja, je ziet Sargon. En... Is dat het grootste probleem, fitheid? Nou, ik weet niet of het een probleem is, maar het heeft een belangrijke aandacht op dit moment. Kijk, op dit moment hebben wij gewonnen, heb ik geen probleem. Maar we moeten wel heel zuinig zijn op dit moment, heel verstandig zijn en heel erg op arbeidsrustverhouding letten. Kijk, en uiteindelijk op langere termijn moet je natuurlijk voetballend ook meer onder de druk uitkomen. We hebben het verdedigend fantastisch gedaan, maar aanvallend hebben we nog te weinig laten zien in mijn smaak. En ik wil graag toch wel 10 meter hoger kunnen spelen. Alleen ja goed, we beginnen bij de basis. En dat was de nul. Ik weet niet precies wanneer het voor het laatst was. Maar hij staat er vandaag en daar, ben ik, daar hebben we op ingezet. En als dat dan lukt, is dat een mooie bevestiging. Ik weet wel wanneer de laatste 3 punten waren. Dat was vorig jaar in Katwijk en die heb je nu maar mooi binnen. Ja, maar die 3 punten hadden minder belang als deze, denk ik. HHC TV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.